De studentenwoningen die nu op de campus van de Antonie Kom Universiteit worden gebouwd, moeten in oktober al beschikbaar zijn. Dat is het streven van minister Lignan Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Samen met vicepresident Ashwin Adin bracht de bewindsvrouw een bezoek aan de campus. De bouwwerkzaamheden verlopen vlot en dit meldt het Nationaal Informatieinstituut. President Desiree Bouterse gaf in 2014 het startsein voor de bouw van de studentenwoningen, maar door achterstallige betalingen liep het project stagnaties op. Nu dit probleem is opgelost, kan het project worden voltooid. 1500 studenten zullen uiteindelijk geaccommodeerd worden na de oplevering van de woningen. Het ligt in de bedoeling dat vooral studenten uit de districten in aanmerking komen voor een flat. In 2011 bouwde de regering Venetiaan ook een studentenhuis op de campus. Het werd echter afgekeurd. Het gebouw bleek niet te voldoen aan de veiligheidseisen.